De 40-jarige Marsha H. is afgelopen dinsdag door de politie van de Nieuwe Grond ingesloten. Marsha wordt verdacht van oplichting. Ze bood via social media thuiszorgdiensten aan en eiste een voorschot. Daarna was ze echter niet meer bereikbaar voor de cliënten. Van de afgesproken diensten kwam er niets terecht. Marsha kwam in beeld toen ze weer via social media goederen ten verkoop aanbood. De benadeelde stapte bij het zien van de advertentie direct naar de politie. Marsha werd opgespoord en aangehouden. Inmiddels hebben nog twee benadeelden aangifte van oplichting en verduistering tegen haar gedaan. Het vermoeden bestaat dat Marsha meerdere personen heeft opgelicht.